professor, u hebt 40 jaar lang de dirigeerstok gezwaaid. U hebt orkesten opgevoed tot een pijl dat onovertrefbaar is. Mag ik u nu na 40 jaar vragen of u in de stand van het Nederlandse muziekleven van grote veranderingen kunt spreken met enige decennia geleden? Toen ik in 1895 de leiding van het Concertgebouworkest op me nam, waren de muzikale toestanden in ons land geheel andere als tegenwoordig. In vergelijking met het buitenland was het Nederlandse muziekleven nog weinig ontwikkeld. Daarentegen zijn wij thans internationaal mede toonaangevend. Ik heb die groei van ons muziekleven meegemaakt en mijzelf tot doel gesteld, voor zover dit in mijn vermogen lag, deze ontwikkeling systematisch te bevorderen. Luger, nee. Wat jij nou weer voor onzin over mijn werk hebt uitgekraamd. Je bent nogal een kenner van de moderne, of niet dan? Vermeulen, verschoon mij van je opgewonden standje. Ah, ja. Dat is waar ook. Je bent natuurlijk de huispapegaai van Mengelberg. Ja, even vergeten. Ik zie hem nog voor me. Met mijn eerste symfonie voor zijn opgetrokken neus. Ik zei tegen hem, ik heb dan misschien kritisch over u geschreven, maar uw oordeel stel ik hoogelijk op prijs. En wat zegt Mengelberg? Hij zegt, jonge vriend, blaas niet zo hoog van de toren. Ik geef je één goede raad. Neem wat compositielessen van mijn assistent, de heer Dopper. Componist van Likmefestje. Ja, al jaren kraak jij die Mengelberg af in je krantjes. Dus ja, vind je het gek dat hij dan de pest aan je heeft? Hij behandelt me gewoon als een stuk stront. Hij heeft mij in Nederland hier brodeloos gemaakt. Ja, maar daardoor kon je wel in alle rust al je symfonieën componeren, hè? Die nu al jarenlang op de plank liggen. Ja, nee, wat jij zo bij elkaar frommelt, dat kun je het publiek eigenlijk niet aandoen. Hè? Een onspeelbare klankenbrei. Als Mengelberg al lang onder de groene zoden ligt, dan wordt mijn muziek hier nog gespeeld. Ja, voor anderhalve man en een paardenkop. Nou, Matthijs, die ruzie met Mengelberg over Sousa. He, wie was dat eigenlijk, die Sousa? John Philip Sousa, dat is een collega van jou. Amerikaan, specialist, marsmuziek. Hm? Dat is heel populair daar, hoor. De componist van de Stars and Stripes. Mengelberg had de Zuiderzee-symfonie van zijn huisslaafje Cornelis Dopper op het programma gezet. Dat stuk was volledig nageaapt van Sousa. Dus ik ben toen opgestaan en ik brulde, leven Sousa! Toen hebben ze hem met kop en kont uit het concertgebouw gegooid en daarna hebben ze hem ook niet meer binnengelaten. Ik ben maar naar Frankrijk vertrokken. Ik zie jou trouwens ook weinig in het gebouw, Vlothuis. Ja, in 42 hebben ze me eruit gegooid. Als muzikaal adviseur. En na 45 niet teruggenomen. Terwijl ze allemaal boter op hun hoofd hadden. En blij dat ik aan de slag kom bij Donemus. Wel zo leuk, maar onrechtvaardig blijft het. En waarom hadden ze je er ook alweer uitgegooid? Ik wilde niet tekenen voor de cultuurkamer. Wat het hele orkest, inclusief directie, wel deed. Maar mijn boterham was ik kwijt. Principieel mannetje, hoor. Ja. Nou, Nederland kan trots op je zijn. Precies, zo is dat. Maar Telegraaf, jongens, die zien het niet zo zwart-wit, hè? Voor jullie zijn alle katjes grijs in het donker. God allemachtig, jongens, dat is al meer dan 5 jaar geleden. Nou, heren componisten, ik groet u. Toch is er een onaangenaam luchtje blijven hangen in het gebouw. De communisten die stoken in de gemeenteraad tegen de terugkeer van Mengelberg. Ik hoop niet dat hier opstootjes van komen. Nou ja, tactisch gezien is het uitstekend dat er vanavond een Jood op de bok staat. Hè? Ja. Daarmee nemen we die luide wind uit de zeilen. Ja, maar of het nou met alle geweld die klemperer moest zijn, met zijn rijlaarzen en leen in orde. Oh, sinds de oorlog ook nog opera-dirigent in dat communistennest Hongarije. Ja, maar ja, door het gekwakkel met Van Beinum moeten wij roeien met de riemen die we hebben. Groot probleem, hoor, die hartkwaal van hem. Hij heeft de pers ook niet mee.
Wat gaat mij wel erg ver als de Telegraaf schrijft dat hij de klassieken dirigeert op lompe burgermansvoeten. Die Klemperer, heeft hij hier voor de oorlog een keer op de bok gestaan? Ja, één keer, in 1929. Een malerdiscipel, net als Mengelberg. Ja, ik zat toen net in het bestuur. Na 1933 is hij geloof ik naar Amerika gegaan. Net zoals al die Duitse Joden. Nee, Klemperer profiteert ervan dat het concert jarenlang getraind is door Mengelberg. Ja, maar het is toch ook te gek voor woorden? Levenslange uitsluiting voor een man van zijn formaat. Gelukkig is de ereraad daarvan teruggekomen. Over een half jaar, dan is deze hele hetze hopelijk voorbij. En ja, tot die tijd moeten we ons maar behelpen met die drammer van een Klemperer die ons aandeelhouderspubliek Janáček en Hindemith door de maag splitst. Ja, zijn Krolloper in Berlijn, dat was voor de oorlog een broednest van moderne muziek. Van Stravinsky tot Schönberg, allemaal niet om aan te horen. Oh, ik moet er niet aan denken dat hij er hier ook weer mee aankomt. Ja, ik moet zeggen, Van Beinen met zijn eeuwige Fransen. Dat is ook veel van het goede hoor. Ja. Eeuwig Ravel en Debussy, blauwe limonade. Ja, nog even geduld vriend. Hè? En dan komt de baas weer terug. Kwestie van tijd. Ja. Dat zullen mijn ovaties worden als de baas weer op de bok staat. Hè? De negende van Beethoven, natuurlijk. Oh ja. Maler 4, bedächt dich, nicht eilen. Was meint der Herr Professor? Neemt u me niet kwalijk. Wissen Sie, Frau Künter, ik was vroeger dirigent. Ja, schon, Herr Professor. Wat een groot orkest daar beneden. Die lier hier op ons dak staat ook op mijn concertgebouw. Ja, weiß ich. Hebben we er verleden jaar zelf opgezet. Dat orkest is mijn kind, is mij afgenomen. Ik was het die Gustav Mahler voor de wereld ontdekte. Hij kwam bij mij zijn eerste en derde symfonie dirigeren. Totaal onbekende composities. Ik heb partituren met aantekeningen van Mahler zelf. Documenten van onschatbare waarde. Entschuldigen Sie, Herr Professor, een brief van een Herrn Professor. Wij zien uw komst hierheen binnen afzienbare tijd met spanning tegemoet. Ik heb nog vrienden in Amsterdam. Eerst moeten ze mij mijn paspoort teruggeven. En de koninklijke onderscheiding van Hare Majesteit wil ik ook onmiddellijk terug. Het wordt allemaal weer als vroeger. De Eroica, om te beginnen, hoewel Mahler 4 zal veel repetities vergen. Het orkest is de helft vergeten. Wanneer heb ik die voor het laatst gedirigeerd? Voor de oorlog, schat ik. Herr Professor, we zijn aan uw laatste juwelen toe. Er moet iets gebeuren. Kunnen we niet wat van die partituren verkopen? De partituren? Door Alma Mater. Hè? Alma Mater? Ja, Alma Mahler. Een Alma Mater. Persoonlijk aan mij geschonken. Dan drink ik nog liever water uit de pomp. Rustig maar, Herr Professor. Gelukkig komt uw pensioen snel uit Amsterdam. Dan kunnen we weer even voort. Het was ook een schande, die veroordeling. Gustav, jij? Thank you.
Rudolf, toch vind ik het riskant wat je hebt gedaan. Dat iemand als Paul van Kempen op dit moment tot problemen leidt, dat was te voorzien. De kranten schrijven nu al dat dit de voorbereiding is tot de terugkeer van jouw oompje Mengelberg. Ja, dat Van Beinum last heeft van zijn hart is niet mijn schuld, hè, Feije? Op zo'n korte termijn konden we niemand anders vinden dan Van Kempen. Echt waar, het was te voorzien. Van Kempen laat zich in 32 tot Duitser naturaliseren en blijft er dirigeren onder de nazi's. Ja, goed, we hadden misschien toch beter Klemperer kunnen vragen, al is het een doordrammer en een gek. Weet je waar ik nou bang voor ben, Rudolf? Dat het hele geagiteer in de couranten op het orkest overslaat. Het orkest is gewoon bij ons in dienst, hoor. Al dat geroep om democratie? Nee, daarmee loopt het finaal in het 100. Ja, al die comité's pro en contra en ook nog een debat in de gemeenteraad? Nee, dat is echt te zot voor woorden. Maar, onze aandeelhouders staan achter ons. Zo goed. Naar in die heimat! Nazi's! Terug naar Mofrika! Moffen. Namens het orkest kon ik u mededelen. Wij kunnen onder deze omstandigheden absoluut niet verder spelen. Zeg, wat haalt u zich in het hoofd? Het concert is in volle gang. 10 keer heb ik jullie gewaarschuwd. 10 keer heb ik er ook over geschreven in de Groene. Ja, zo'n aartscollaborateur vragen die met de nazi's heeft gehuld. Een slag in het gezicht van elke behoorlijke Nederlander. Eén grote conspiratie ook om die oom van jou te rehabiliteren. Daar ga ik in mijn krant een stokje voor steken, dat kan ik jullie wel vertellen. Ik wil hierbij getuigen van mijn diepe verontwaardiging voor de gebeurtenissen van vanavond. Dit is pure terreur. Oh, dat moet jij nodig zeggen, hè? Na alles wat je in de oorlog in dat fot van de Telegraaf hebt geschreven. Oh, wat waren de Duitsers kunstzinnig. Wat waren ze beleefd. Nou, dat heb ik in Boegewald mogen ondervinden. Ja, en nog de allergrootste fout, dat ze na de oorlog u als directeur hebben laten zitten. Als vertegenwoordiger van het orkest kan ik u dit zeggen. Als ze die oude gek hier weer het gebouw inslepen, nou, dan zul je wel beleven met het orkest. Waar bemoeien jullie je mee? Is Paul van Kempen soms de enige collaborateur in het gebouw? Ja, Van Beinum die heeft ook in Duitsland gedirigeerd, hoor. En wij hebben met het hele orkest braafjes voor de nazi's gespeeld. Die Willem Mengelberg van u is een ezel. Net als Titania en Shakespeare's Midsomernachtsdroom bent u alle verliefd op een ezel. Heren, bezint u, hè, voordat er ongelukken gebeuren? Wij moeten niet toegeven aan een georganiseerde actie van communisten en mensen uit vaak Joodse kring. Rudolf, wij moeten tonen dat wij tegen deze situatie opgewassen zijn. Ja, gij hebt allen als uitvoerende muzici het podium van het concertgebouw verlaten zonder daartoe gemachtigd te zijn door de dirigent. U bent allen ontslagen. Dames en heren, wij verzoeken u de zaal te verlaten. Dit concert is tot nader order geannuleerd. Mengeltje, hoe was de reis? Mag ik even brutaal zijn? Och, zou ik ja, Mengeltje, niet zo flauw doen, hè? Anders kom ik nooit meer logeren. Professor, men heeft van alle kanten aangedrongen op een interview, hè? Ik heb de journalisten gezegd dat ze hier konden wachten. Het is aan u te beslissen of u ze te woord wil staan. Ik kom ze tegemoet. Heren, zeg maar wat u op het hart heeft, maar niet te lang. Er moet nog gewerkt worden. Een beetje stilte graag. Professor, heeft u een aangename vakantie in Zwitserland gehad? Weet u wat het aangenaamste was? Al die weken geen enkele courant. Elke dag een wandeling in de zuivere berglucht. Koud water uit de pomp. En het licht van dezelfde olielamp waarbij Beethoven zijn pastorale componeerde. Professor, heeft u inmiddels gehoord dat u volgens de laatste opiniepeilingen populairder bent dan Hare Majesteit? Als daarmee de zaak van de muziek gediend is, dan ga ik akkoord met alle verontschuldigingen aan het adres van Hare Majesteit. Ik ben haar trouwe dienaar, dat weet iedereen. U maakt u blijkbaar geen zorgen over de politieke toestand in Duitsland, meneer Mengelberg? Uw collega Arturo Toscanini heeft verklaard geen voet meer in dat land te zetten, zolang daar naziterreur heerst. Beste man, kom maar niet aanzetten met dat opgewonden standje van een Toscanini. Ik ben muzikus. Ik weet niets van politiek. En Toscanini heeft daar volgens mij eveneens niets, geen zoegen van, zeg ik maar op zijn Amsterdams. Ja, u hebt in een
in een toespraak tot uw orkestleden onlangs verklaarde dat kunst niets met ras te maken heeft. Het moet u toch wel bekend zijn dat men daar in Duitsland op dit moment anders over denkt. Hoe vaak heb ik niet gezegd dat de kunst zich niets van de politiek hoort aan te trekken. De kunst is een verzoenend element voor de mensheid. De ware kunstenaar schuwen elke vorm van politiek. En uw bewondering voor Benito Mussolini is dus puur esthetisch. En niet omdat in Italië een fascistische dictatuur heeft geïnstalleerd. Vermeulen, pas op je woorden. In elk geval worden in Italië de koffers niet meer uit mijn hotelkamer gestolen. Ah. Sinds de heer Mussolini in Rome de regeringsverantwoordelijkheid heeft overgenomen. Bent u ervan op de hoogte dat uw Joodse collega's, bijvoorbeeld Otto Klemperer en Bruno Walter, het land gedwongen moesten verlaten? Daarvan is mij niets bekend. Komt u mij eerst maar eens met bewijzen voor ik zulke praatjes geloof. Bent u ook niet op de hoogte van het feit dat het sinds kort in Duitsland verboden is om de muziek van Mendelssohn en van Mahler uit te voeren, omdat deze componisten Jood zijn? Wat vindt u ervan dat de nazi's in Leipzig onlangs het standbeeld van Mendelssohn omver hebben gehaald? Heeft u dat met eigen ogen gezien, meneer Vermeulen? Allemaal anti-Duitse propaganda. Mocht om welke reden ook het standbeeld van Mendelssohn beschadigd zijn, dan is dat een onaangenaam incident veroorzaakt door vandalen. Ik zou het op prijs stellen als u in uw courant meedeelt dat men in Duitsland, noteert u dat, mijn heren, geen principieel bezwaar heeft om een compositie van Mahler of Mendelssohn in het programma op te nemen. Professor Mengelberg, neemt u mij niet kwalijk dat ik het zeg, maar Mahler en Mendelssohn heeft u in Nazi-Duitsland, voor zover ik mij herinner, geen enkele maal meer gedirigeerd. Meneer Vlothuis, niemand heeft u iets gevraagd. Weet u hoe dat komt, meneer? Als ik daar de laatste tijd weinig Mahler dirigeerde, dan was dat omdat deze muziek bijzonder moeilijk is. Ons eigen orkest heb ik daar tientallen jaren in moeten trainen. Bovendien ben ik door de autoriteiten gewaarschuwd voor jeugdige relschoppers in de zaal, waaraan ik onze vereerde Mahler niet wil blootstellen. Het lijkt mij nogal onappetijtelijk om voor een zaal vol bruinhemden te staan. Hè? En vindt u dat Horst Wessellied bij elk concert ook niet aanstootgevend? Meneer Vermeulen, de zon der muziek schijnt voor elk mensenkind. Rood of zwart, bruin of blank. U kunt het geloven of niet. Maar ik heb in Amerika eens een keer gedirigeerd voor een zaal vol negers. Professor, kunt u ons iets zeggen over uw plannen voor het nieuwe seizoen? Meneer Luger, mijn heren, daar zijn wij druk mee bezig. Op het programma staan Beethoven, Brahms en natuurlijk Richard Strauss en Gustav Mahler. Er wordt ijverig gewerkt, dat kan ik u verzekeren. Heren, hoogste tijd voor de repetitie. Hè? De persconferentie is beëindigd. Mahler 4, het begin, bedächtig, nicht eilen. Heren, concentratie alsjeblieft. Ik zei bedächtig, nicht eilen. Of verstaat u geen Duits? Dat is al beter. Mahler leerde mij toen hij hier te gast was, das Wichtigste steht nicht in den Noten. Andermaal, Mahler 4, bedächtig, nicht eilen. Ik zal u iets vertellen. Was het in
1903 of 1904. Weet u wat wij, Mahler en ik, toen hebben gedaan? We hebben zijn vierde symfonie op één avond niet éénmaal, maar tweemaal geprogrammeerd. Eenmaal voor de pauze en eenmaal na de pauze. En later, 1920, bij mijn grote Mahlerfeest, toen ik 25 jaar aan ons orkest verbonden was, kwam de hele muzikale elite van Europa hier. Ook Schönberg en Stravinsky waren erbij. Godsnaam naar te kijken. Die man ziet al jarenlang spoken. Professor, staat u mij toe? Er is in het orkest behoefte om van gedachten te wisselen over onze aanstaande tournee naar Frankfurt. Waarom? Hoe bedoelt u? Is er een probleem? Nou, u heeft toch ook in de pers gelezen hoe kritisch er wordt gereageerd op het feit dat wij in het Duitsland van Adolf Hitler gaan optreden. Meneer, hoe was de naam ook alweer? Om te beginnen, het is een regeringsopdracht. De heer Colijn heeft mij persoonlijk laten weten dat ik daarmee het landsbelang dien. Professor, als ik u vragen mag, hoe moet het straks met ons als Joden in het orkest? U weet toch dat in Duitsland onze Joodse collega's uit de orkesten zijn ontslagen? Mevrouw Spier, zonder u dirigeer ik niet. Een excellente musicienne zoals u. Ik garandeer u dat niemand uwer een haar zal worden gekrenkt. Iedereen is bij ons welkom. Of men Joods is, of wel NSB'er. Wat moet ik als ze straks Heil Hitler tegen me zeggen? Dan zegt u netjes Guten Tag. Ja, heren, mag ik de repetitie heel even onderbreken, professor? Ja? Heren, even uw gewaardeerde aandacht. Ik heb hier zojuist een telegrafische bevestiging uit Duitsland. Alles is geregeld. Vertrek donderdag om 9:30. Verblijf in Hotel Goldener Reichsadler. En er is voorzien in een extra bonus van 150 Reichsmark. Ja. Terug naar de muziek. Vierde deel. Ik wil mevrouw Jo Vincent niet laten wachten. Lieve baas. Mijn muze. Mijn heer, dames, opgelet. Wir genießen die himmlischen Freuden. Pianissimo met dunne toon. Zeer behaaglich. Mag ik rust bij de bassen? Dat het niveau gedaald is, hoor, sinds de Joodse orkestleden eruit zijn. Zoveel hoogbegaafde Joodse muzici waren er, hadden wij. Ja, wat de Duitsers ook mogen beweren, hoor. Ja, ook veel Joodse financiële draagkracht verloren. Vervelend voor nieuwe aandeelhouders. Ik bedoel, het idee dat je op de plek zit van Jodenmensen. Maar ja, wat wil je? Ja, voor jou iemand anders. Ja, veel bekende gezichten, hè. Uit ons vaste publiek verdwenen. Ja. Ja, die mis je toch? En dan van die bordjes, voor Joden verboden, ik kan er niet aan wennen, hoor. Buren van ons, ook aandeelhouders, kwamen hier al jaren vorige week thuis weggehaald. Ja. Mijn vrouw kon er de hele nacht niet van slapen. Oh. Is het waar dat de Rijkscommissaris het slotgedeelte komt bijwonen? Ja. Nou, dat die Duitsers cultuurbarbaren zijn, valt ook niet meer vol te houden. Ja, nee, ja, in feite staan we hier op hem te wachten. Oh, hij schijnt muziekliefhebber te zijn. Zou ik hem misschien kunnen interviewen, denkt u? Nee, Luger, daar is echt geen sprake van. Dat kunnen we niet. Nee, daar kunnen we niet aan beginnen. Ah,
Mijn heren. Ja. Laat ik u zonder omwegen zeggen hoezeer ik in deze onvolprezen muziektempel thuis voel, mijn heren. Ja, maar mag ik her Rijkscommissaris er nogmaals van verzekeren dat wij het hooglijk appreciëren dat hij ons met zijn aanwezigheid vereert. U ziet, excellentie, wij hebben de plaquettes van Mendelssohn en Mahler verwijderd. En we zijn op dit moment op zoek naar de geschikte vervangers. Ja, kandidaten genoeg, hè? Hans Fitzner, Karl Orff, Richard Strauss natuurlijk. Ja, die hebben we al volgens mij. Ja, we zijn u zeer erkentelijk voor uw steun van overheidswegen. Ja. Professor Mengelberg is werkelijk een grote kapelmeister in bester Duitse traditie. Nou, kijk, u weet wat her professor altijd zegt, hè? Ik ben een Nederlander en ik ben een Duitser. Eigenlijk ben ik een Duitse Nederlander. Oh. Zijn loyaliteit aan het nieuwe Duitsland wordt in Berlijn hoog gewaardeerd. Ik wilde hem na afloop even de hand drukken. Zou her professor even tijd voor mij hebben? Oh, maar natuurlijk, her Rijkscommissaris. Uiteraard. Het zal de professor een eer en een genoegen zijn. Ik begeleid u na afloop hoogstpersoonlijk naar de dirigentenkamer. Is het gepermitteerd als ik straks even een foto kom maken? Dan halen we nog net de ochtendeditie. Ja, goed, Luger, maar als je maar niemand tot last bent, hè? Oh, het was geweldig. Zal ik wat te drinken voor je halen? Een kopje thee? Jij weet altijd precies wat ik nodig heb. Baas. Mijn muze. Het was weer prachtig. Ja. Voordat de mensen komen, wil ik u toch iets dringends vragen. Kunt u echt niets doen voor onze Joodse collega's? Ik vind het echt heel vervelend dat ze weg moesten. Dat weet je, het waren mijn beste muzici. Je denkt toch niet dat ik het eens ben met deze gang van zaken, kind? Ze dreigen te worden afgevoerd naar Westerbork. Kunt u niet iets doen naar Den Haag, misschien? Ja. Dat moet voorzichtig worden aangepakt. Ik verzeker je, met de hand op mijn hart, de muzici uit mijn orkest zal geen haar worden gekrenkt. Jood of geen Jood. Je baas heeft nog wel iets in de melk te brokkelen. Professor, de Rijkscommissaris wenst u te complimenteren. Ah, die stond laatst voor mijn deur van de kleedkamer. Ik schrok me dood. Ik heb tegen mijn impresario laten zeggen dat ik nog in mijn dessous stond. Adieu. Ah, mevrouw Heemskerk. Zeg, u was weer ontzettend in vorm. Ja, dankjewel, ja. Mevrouw. Herr professor Wilhelm Mengelberg. Herr Rijkscommissaris Arthur Seyss in kwart. Habe die ere, professor. Het genoeg is aan mijn kant, Herr Rijkscommissaris. Professor Mengelberg, laat ik om te beginnen complimenteren met dit fraaie concert. Dank u zeer, Herr Rijkscommissaris. Ik zie een heldenleben als een van de grote scheppingen van de Duitse geest. Ik heb trouwens u het genoegen gehad u eerder te horen dirigeren. Het was Aken, maart 1938. Ik herinner het me als de dag van gisteren. U weet het vast ook nog. Een concert ter ere van de Anschluss. U dirigeerde de Eroica. En voor de pauze, Schubert's Unvollendete. Ik heb toen alleen na de pauze gedirigeerd. Het eerste deel stond onder leiding van een jeugdige collega, zijn naam is me ontschoten. Ach, ja, die jonge Karajan. Hij maakte op het ogenblik furoren in ons Duitsland. Maar uw Eroica was die avond het absolute hoogtepunt. Beethoven, Richard Strauss, de componisten waarbij ik me op dit ogenblik het beste thuis voel, als ik zo onbescheiden mag zijn. Mijn vriend Strauss heeft een heldenleben persoonlijk aan mij opgedragen. Aan mij en mijn orkest. Ach. Een van de lievelingswerken van de Führer. De triomf van de Arische geest. Als u mij een kleine ondeugendheid veroorlooft. Ik ken uw zwak voor uw Joodse vriend Mahler. Maar ikzelf schat Richard Strauss kwalitatief heel wat hoger in. Ik heb nooit begrepen wat u in die Mahler ziet. Ik laat dit onderwerp liever rusten, Herr Rijkscommissaris.
professor. En Jody Goen, Herr Rijkscommissaris. Ook een kopje thee, meneer de Rijkscommissaris. Gerne, gnädige vrouw. Ja, of prefereert u wellicht een glas champagne? Een glas champagne is ohne Zweifel eines ausgezeichnet Krönung dieses ausgezeichneten Abends. Yes. Er is bij ons in Duitsland een interessant boek verschenen. Een lexicon van alle Joodse muzici die jarenlang ons nationale muziekleven hebben ontregeld, zal ik maar zeggen. En daarin staat een passage die mij heeft verwonderd. Daar las ik, en ik citeer uit het hoofd, Willem Mengelberg, Freund des Juden Gustav Mahlers. Daar keek ik van op, professor. Waarom hebt u toch zo'n merkwaardige belangstelling voor muziek die door de moderne muziekwetenschap als gedegenereerd wordt ervaren? Ik zou toch nog even terug willen komen op ons vorige gesprek, heer Rijkscommissaris. Is uw beslissing werkelijk definitief wat betreft de Joodse muzici uit mijn orkest? Het plaatst me als kunstenaar voor grote problemen. Ik dacht dat we deze zaak hadden afgerond. 16 Joden in uw orkest, dat was in alle redelijkheid te veel. Het zou een onacceptabel precedent scheppen. En ik heb overigens vanavond persoonlijk kunnen constateren dat de orkestklank er niet onder heeft geleden. We hebben deze maatregelen op allerlei gebied genomen en zonder problemen. Integendeel, het heeft me aangenaam getroffen hoeveel medewerking wij hierbij in uw land hebben ondervonden. Ik zou willen voorstellen om dit onderwerp verder te laten rusten. Ja, al waren het er maar een paar. Het gaat mij er niet om dat het Joden zijn. Ik heb het over hun kwaliteit als muzikus. Ach, professor, u met uw sympathie voor het nieuwe Duitsland moet toch begrijpen dat het uitschakelen van de Joodse dominantie de hoogste prioriteit geniet. Ah. Alsjeblieft, Mengeltje. Dank je. Ja, mijn heren, laten we deze ontmoeting vieren. Hè? Op de vele prachtige avonden die wij nog in het gezelschap van uw excellentie hopen te mogen beleven. Ik ben het blij dat we het over dit onderwerp eens zijn. Ik had een belangrijkere vraag. Wat kan ik doen om uw rijke en zinvolle arbeid te ondersteunen? Wat er over mij nog steeds in de kranten staat, heer Rijkscommissaris, kunt u daar iets aan doen? Dat schandalige bericht dat ik op de dag van de Nederlandse capitulatie in Duitsland een glas champagne zou hebben gedronken. Dat hebben ze overgeschreven uit de Völkische Beobachter, terwijl dat bericht tot de laatste regel, met het alle respect, uit de duim is gezogen. Ik heb alleen een toast uitgebracht toen uw legers de Elzas hadden bevrijd. Ach, het zou mij verwonderen dat onze pers zo'n vergissing maakt. Er wordt van overheidszijde streng op gelet dat in onze kranten de waarheid staat en niets dan de waarheid. En als ik nu eens op de dag van de capitulatie champagne zou hebben gedronken, zou dat erg zijn geweest? Het was toch verschrikkelijk? Al die gesneuvelde jonge mensen in onze legers. Kunt u zich voorstellen hoe opgelucht ik was toen de wapenen eindelijk werden gestrekt? Voor veel Nederlanders was de capitulatie een bevrijding. Heer professor, ik waardeer uw loyaliteit. Excellentie, op onze gezamenlijke culturele toekomst. Habe die kunst. Kunst. Ja, heren, als u het niet erg vindt, een fotootje. Maar wel opschieten. Ik ben met excellentie in gesprek. Ja. Dank.
scheußliches Wetter, nicht wahr, Herr Professor? Nicht gut, dass Sie hier so ganz alleine sitzen, ohne Strom und Wasser. Schon gut, schon gut. Macht sich over mij geen zorgen. Geeft u die brief maar. Bitte, gehen Sie. Ik ben met het eten bezig. Het wordt vanavond bietjes met puree. Zult u wel lekker vinden, denk ik. Dank u, mevrouw Günther. Zoiets was in mijn tijd ondenkbaar. Een orkest dat zijn dirigent niet meer gehoorzaamt en tijdens het concert van het podium verdwijnt. Vereerde Gustav, hebt u in uw leven ooit zo'n affront meegemaakt? Sidderen deden ze voor u. Bij een orkest moet iemand de baas zijn. Toscanini, met al zijn geschimp op alles wat Duits is, vindt dat ook. Als iemand een dictator is, dan hij. Alles wat ik heb opgebouwd, hebben ze achter mijn rug afgebroken. Wie heeft al die jaren uw symfonieën gedirigeerd? Ik was haast de enige. Ik was het die u aan de wereld heeft geopenbaard. Dat heeft je Hoedi Menuhin mijzelf gezegd. Lieber Gustav, dankzij u heb ik mijn orkest tot het beste van de wereld weten te maken. Ooit komt het moment dat men in u de Beethoven van deze tijd zal erkennen. Daarvan was ik al overtuigd vanaf het eerste moment dat ik uw muziek hoorde. Gustav, martel me niet. Zeg iets. Vanaf het moment dat ik uw muziek hoorde, heb ik me gebogen voor uw magische autoriteit. Professor, over een kwartiertje is het eten klaar. Hier, drink uw kwast. Ik ben helemaal niet tevreden over u. Hè? U wint zich veel te veel op over van alles. Dat moet stoppen. Mevrouw Günther, u bent mijn engel, sinds mijn lieve vrouw er niet meer is. Ja, die oorlog heeft niets dan ellende gebracht. Hadden we maar begrepen dat Duitsland de oorlog zou verliezen. Was ik de hele oorlog in mijn chalet gebleven, zou ik vanavond voor mijn orkest staan. Niet zo gruben, hè, professor. Gaat u een uurtje rusten? Die bietjes die kunnen wel even wachten, hè? Worden ze eigenlijk alleen maar lekkerder van. Goed. Ik ga terug naar de keuken. U doet wat ik zeg. Onder de wol. Ellie bij Steres Heemskerk. Violiste. Ik maakte sinds 1919 deel uit van het Concertgebouworkest. Vele jaren had ik het voorrecht met een groot kunstenaar als Willem Mengelberg te mogen werken. Regelmatig ben ik ook in zijn Zwitserse chalet geweest. Oh, als ik bedenk wat voor diners we daar voor de oorlog organiseerden. Iedereen heeft ervan kunnen meegenieten. Richard Strauss, Fritz Kreisler, Pierre Monteux, minister van Karnebeek, jonkheer Roel, zijn koninklijke hoogheid prins Hendrik. Honderden flessen Asti Spumante zijn er geschonken. En al die hyenensigaren die onze Willem graag rookte. En toen Willem voor de laatste keer, eind 1940, van de Duitse bezetter Mahler mocht spelen, leek het alsof hij vooruitzag wat ons boven het hoofd hing. Hij zei tegen het orkest: bedenkt u dat, voor nu en altijd? Dit is de mooiste muziek die er bestaat. In diezelfde tijd, eind 1940, schreef ik Mengelberg een brief over zijn pro-Duitse houding. Als dit regime blijft, ga ik
uit het orkest. De degradatie van het concertgebouw maak ik liever niet mee. Die brief heb ik nooit verstuurd. Ik had de moed niet dit orkest en mijn dirigent de rug toe te keren. De oorlog is voorbij. Nederland heeft behoefte aan een nationale zondebok. En de houding van professor Mengelberg heeft veel aanstoot gegeven. Geloof me, op politiek gebied was hij een kind. En de wijze waarop hij is vernederd en vernield beschouw ik als een schanddaad tegenover de Nederlandse cultuur. Je veroordeling is een farce. De rechters weten net als iedereen, 6 jaar ballingschap op jouw leeftijd, dat betekent het einde. Oftewel, Mengelberg zal nooit naar de Van Baarlestraat terugkeren. Matthijs Vermeulen, componist en muziekcriticus. Ik was mijn leven lang tegenstander van Willem Mengelberg. Hoewel, als kunstenaar was hij man naar mijn hart. En had hij aanvankelijk mijn sympathie. In ons polderland heeft hij uit het niets een orkest van wereldformaat uit de grond gestampt. Door jarenlang met grote discipline intensief te repeteren. Hij gedroeg zich daarbij vaak als een dictator. Mengelberg was bij het concertpubliek bijzonder geliefd. En vooral bij de Joodse diamantslijpers in de florerende Amsterdamse diamantindustrie van voor de oorlog. En masse bezochten ze de volksconcerten die Mengelberg op zaterdag organiseerde. Op maandagsmorgen werd op de slijperij over niets anders gepraat dan over Mengelbergs volksconcert. Het summum was het Beethoven onder Mengelberg. Die man was daar haast net zo populair als vakbondsleider Henri Polak, die de Rebbe der diamantbewerkers werd genoemd. En Polak schreef Mengelberg in hun blad Het Volk de hemel in. Polak was ook de eerste die Mengelberg de harde waarheid zei over zijn slappe houding na 1933, toen de nationaalsocialisten in Duitsland aan de macht kwamen. Mengelberg bleef in Nazi-Duitsland dirigeren, Oost-Indisch doof voor onze protesten. Het moment kwam dat ik met pijn in het hart moest kiezen tussen de Mengelberg die ik had bewonderd en de Mengelberg die hij allengs was geworden. Een tyrannieke egoïst. De in zijn eigen kringetje rondtollende virtuoos, slaaf van zijn kunst, alleen nog werkend voor eigen praal. Bereid het nazi-boeventuig te omarmen, zolang men hem maar toejuichte. Mengelberg werd op weerzinwekkende wijze aangemoedigd door een kliek van muziekcritici, slaafse muziekcritici, die hem bewierookten. En door de Nederlandse autoriteiten die hem gebruikten als exportproduct. Als tulpen en kaas. Ze hebben hem zelfs hoogleraar gemaakt. Ineens moest hij met professor worden aangesproken. Een man die geen enkel samenhangend betoog kon produceren. Met zijn ziekelijke ijdelheid
heeft hij een halve eeuw ons Nederlandse muziekleven geterroriseerd. Zelfs toen de nazi's ons land bezet hadden, hield Mengelberg zich tegenover de pers van den Domme. Hij deed zich voor als een politiek onnozel kind. Nu weten we dat hij dagelijks de Völkische Beobachter spelde en gretig alle nazi-propaganda onderstreepte. Was hij niet door de crisis van 1929 vrijwel al zijn geld kwijtgeraakt? Ook zijn kapitale pand in de Van Egestraat? Door wie was die crisis veroorzaakt? Mengelberg werd gedreven door hevige anti-Joodse sentimenten. En in april 1942, toen half Europa zuchtte onder de knoet van de nazi's, dirigeerde hij in Wenen de Matthäuspassion voor een zaal vol bruinhemden met nazi-vlaggen. Daar is een hele goede Joodse term voor. Een gospe. Willem Mengelberg heeft eigenhandig alles verprutst wat hij had opgebouwd. Ach mensen, ik heb dit al zo vaak gezegd. Soms een misdaad om Bach te dirigeren, ook al was het oorlog. Ik heb me nergens mee bemoeid. Ik dacht alleen aan de muziek. Jo Vincent, zangeres. Ik herinner me als de dag van gisteren hoe het toeging bij onze jaarlijkse Matthäuspassion. Daarin heb ik jarenlang onder Mengelbergs directie als soliste meegezongen. Hij was bovendien de man die deze traditie in Nederland vanaf begin van deze eeuw heeft geïnstalleerd. Alleen dat al was een unieke muziekhistorische daad, waarvoor we hem dankbaar mogen zijn. Het volksconcert met de Matthäuspassion op zaterdagavond was enorm geliefd bij de Joden. De uitvoering begon om 7:30. De vrome Joden gingen eerst naar een synagoge dicht in de buurt van het concertgebouw om de uitgang van de Sabbat te vieren. Dan misten ze het openingskoor van de Matthäus. Maar Mengelberg laste daarna speciaal voor hen een kleine pauze in. Ik zie nog voor me hoe de zaaldeuren openzwaaiden en de vrome Joden binnenkwamen. Voorop de conrector van het Joodse seminarium. Daarachter de voorzangers en seminaristen. Allemaal vrome mannen met baarden. En u stond daar te midden van uw orkestleden te wachten tot ze allemaal hun plaats hadden ingenomen. Het was onvoorstelbaar wat dit gebaar voor de Joden, maar ook voor de niet-Joden betekende. Een christelijk kunstwerk als de Matthäuspassion, met al zijn anti-Joodse passages, die door Joden en christenen samen vol overgave gespeeld en beluisterd werd. Wat de oorlogsjaren betreft. Ikzelf heb geweigerd me bij de cultuurkamer aan te sluiten. Eén keer ben ik noodgedwongen voor Sijs Inkwart opgetreden. Daar kon ik niet onderuit. Maar ik heb niet naar zijn kant gebogen en ik heb hem niet in mijn kleedkamer ontvangen. Ik wil Mengelbergs gedrag in die jaren niet verdedigen. Hij heeft onvergeeflijke fouten gemaakt. Maar hij is nooit een mens van kwade wil geweest. Hij is veroordeeld met de zwaarst denkbare straf. Zijn orkest niet meer mogen dirigeren.
wat hij ook verkeerd heeft gedaan, ik blijf hem dankbaar voor alles wat hij ons heeft geschonken. Otto Klemperer, dirigent. Ik ben in 1920 vanuit Keulen als jeugdig operadirigent naar Amsterdam gereisd om de Mahlerfeesten, gedirigeerd door Willem Mengelberg, bij te wonen. Dat was toen een daad van ongehoorde artistieke moed. Hij heeft als postuum eerbewijs het volledig symfonische werk van Mahler uitgevoerd, die toen als componist door muziekcritici als charlatan en erger werd uitgemaakt. Een paar jaar later had ik zelf de eer voor Mengelbergs orkest in het Concertgebouw te staan. De avond voor mijn optreden zat ik onder zijn gehoor. Diezelfde nacht schreef ik hem een brief waaruit ik het volgende citeer. Verehrteste Herr Mengelberg, heute Lied von der Erde, wie das Orchester das spielt, ist ihr Werk. In höchste Bewunderung voor Sie und das Orchester, Ihr Otto Klemperer. U zegt dat muziek niets met politiek te maken heeft. Waarom denkt u dat ik in 1933 uit Berlijn weg moest als dirigent van de Krolle Oper toen de nazi's aan het bewind kwamen? Waarom? Heeft u daar geen antwoord op? U kreeg toch in Amerika een dirigentenpost aangeboden? Ik ging naar Amerika omdat ik als Jood uit Berlijn weg moest vluchten. Net als zoveel andere Joodse critici. Muzici, verdomme. U weet dat best. U weet over wie ik het heb. Bruno Walter. Hè? Arnold Schoenberg. Arthur Schnabel. We zijn allemaal door de nazi's als Volksschädlingen ausgebürgert. We hadden geen zin in Hitlers concentratiekampen terecht te komen. Ik wist daar niets van. Ik lees geen kranten. Meneer Mengelberg, u heeft hier in Amsterdam een außerordentlicher orkest gevormd. Maar u bent ook een außerordentlicher domkop. En daar moet u nu de rekening voor betalen. Rosa Spier, harpiste. Professor Mengelberg, hoort u mij?
Ik was een van uw Joodse orkestleden, weet u nog? Ze zeiden wel dat wat ik voor de harp betekende, u voor de orkestcultuur hebt gedaan. U was altijd zo aardig voor mij. U kon niet zonder mijn harpspel dirigeren, heeft u me nog verzekerd. En ik was ook verrukt over de bezielende directie van onze baas. Tot uw dierbare harpiste als Jodin met een gele ster op haar jas onbarmhartig uit het orkest werd gezet en haar harp in haar eentje uit het gebouw moest slepen. Meneer Mengelberg, wij Joden in het orkest en onder het publiek droegen u op handen. En wat hebt u uiteindelijk voor ons Joden gedaan toen het misging? Kunt u zichzelf eigenlijk nog zonder schaamte in de ogen zien? Vrijwel niemand van ons heeft het overleefd. Ze zijn bijna allemaal vermoord. Herinnert u zich het beroemde koor van de grote synagoge, gedirigeerd door uw Joodse collega Sam Englander? Ja, daarvan is niemand levend uit de kampen teruggekomen. Ik zat in een zogenaamd geprivileerd kamp van waaruit ik kon worden uitgewisseld. Zo heb ik de oorlog in Zwitserland overleefd. Maar miljoenen Joden zijn in de gaskamers verdwenen. Mevrouw Spier, het is de zuivere waarheid als ik zeg dat ik na jullie ontslag er alles aan heb gedaan dat mijn Joodse orkestleden behoorlijk zouden worden behandeld. Dat kan de heer Seyss-Inquart bevestigen. De heer Seyss-Inquart is inmiddels wegens oorlogsmisdaden opgehangen. En niettemin wil ik best verklaren dat ik mede dankzij u levend uit de deportatie ben gekomen. Is uw geweten daarmee gesust, meneer Mengelberg? Mevrouw Spier, gelooft u mij toch alsjeblieft. Ik kon niet meer doen dat ik heb gedaan. Mevrouw Günther. Mevrouw Günther. Gustav, zeg iets tegen me. Zeg dat je me begrijpt. Direct, ik heb besloten om uit ons orkest te stappen. Het liefst zet ik nooit meer een voet in dit gebouw. Adieu. Nou, nou, nou. U maakt er een hele scène van meteen, hè? Zeg, wat denk je? Zou zij ooit iets met die Mengelberg gehad hebben? Ja, maar altijd in het nette. Huh. Weet je al trouwens dat Klemperer weggaat uit Boedapest? De communisten hebben hem verboden om nog Schönberg te dirigeren. En Mozart's Don Giovanni, ook taboe als immorele opera.
We gaan hem hier echt niet als vaste gastdirigent engageren, hoor. Zo'n Joodse gek met zijn provocaties tegen solisten en zijn hoeren in de artiestenloge. Weet je wat hij net in de solistenkamer rondschalde? Nee? Hij riep luidkeels bovenaan de trap: "Schönste concert meines Lebens, kein pauze, kein geklatsch." Dat zal weer een van zijn eeuwige Joodse wietsen zijn. Ja, het is een knap dirigent, maar het blijft een pias en een lastpak. Echt. Jagers en jachthonden kunnen tevreden zijn, hè? Ja. Exit, onze kleine generaal. Beetje waardigheid, Luger, op een treurig moment als dit. Toch ben ik verbaasd dat Klemperer zich voor deze poppenkast heeft geleend. Hij had ondanks alles een zwak voor Mengelberg. Nou, ik denk dat Klemperer als Jood uit Berlijn gevlucht voor de nazi's niet in de gaten had hoezeer hij politiek gemanipuleerd is. Jullie begrijpen er nog steeds helemaal niks van, hè? Het was de dirigent Klemperer die de dirigent Mengelberg eerde. Een gebaar van de ene grote kunstenaar naar de andere grote kunstenaar. Maar dat is jullie kleinzielige konkelaars niet aan het verstand te breien. Nee, nee, beste vriendje, vergist je. Ook voor mij heeft Mengelberg veel betekend. Nee, ik zou niets liever doen dan een lauwerkrans sturen naar dat stukje aarde in Zwitserland waar hij morgen wordt begraven. Tja. Jullie hebben het grootste muzikale genie dat Nederland ooit gekend heeft kapot gemaakt. Nee, Luger, dat heb jij gedaan. Jij en al die idioten die in een blinde bewondering deze man het zicht op de werkelijkheid hebben doen verliezen. Weet je wat ik wel eens denk, Luger? Mengelbergs ware vrienden, dat waren uiteindelijk degenen die hem de vriendschap, die hem de vriendschap hebben opgezegd. Toch is er met hem iets verdwenen. Iets verdwenen waarvan wij de grootheid nauwelijks kunnen vatten. Permitteert u mij een herinnering aan de tuin die vroeger achter het concertgebouw lag? Dat was een half ovale tuin, omringd door hoge peppels. En altijd klonk daar een licht geritsel. Lang geleden in de zomermaanden, in de jaren dat Mahler naar Amsterdam kwam, werden daar concerten gegeven. Ik was nog een schooljongen. Die tuin, die was voor mij heilige grond. Daar heb ik de jonge Mengelberg voor het eerst vol vuur zijn nieuwe orkest horen dirigeren. In deze tuin heeft hij mij ingewijd in de schatkamer der muziek. Soms ging er een zachte passage verloren als de wind opstak of als de mussen zaten te kwetteren. Vandaag is er geen tuin meer achter het gebouw. Het gebouw is niet meer wat het ooit was. Het enige wat er altijd blijft, is het wonder der muziek. Mesdames, messieurs, bonne nuit.